Goedenavond collega's, goedenavond toeschouwers en ook goedenavond aan de online volgers. Veel volk in de zaal, maandelijk zo gewoon, maar ik vind dat zeker vast niet slecht. Maar ik kan wel, zoals ik het vorige keer ook gezegd heb aan de toeschouwers, dat jullie hier zitten als toeschouwer. Dus dat wil zeggen dat jullie in de debatten niet mogen tussenkomen. Gert Boei is verontschuldigd en ik zie dat Murat Onair het woord vraagt. Ja, voordat we eigenlijk op de raad beginnen, voorzitter, zou ik eigenlijk iets willen vragen aan onze burgemeester. Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Heusden-Zolder van enkele dagen geleden, waar de PKK-terreurorganisatie eigenlijk provocerend gedrag heeft vertoond wegens naar de Turkse gemeenschap toe, wat heeft geleid tot toenemende agressie en onaanvaardbare incidenten. En op elk niveau natuurlijk, gewelddadig gedrag langs beide kanten is niet tolereerbaar. Maar momenteel ervaren we wel hevige spanningen tussen de Turkse gemeenschap en de PKK-terreurorganisatie. Dat ook zo blijkt uit de recente incidenten waarbij gisteren ook in Maasmechelen een vereniging werd geviseerd en een krachtige bom door het raam werd gegooid. Dat is ook bevestigd door de doven ter plaatse. En ook in Wallonië zijn er verschillende verenigingen in brand gestoken en heel veel vernielingen aangericht. En aangezien dat het ook naar de Turkse gemeenschap gaat en over heel ons landgebied deze escalaties gebeuren, is het, mijn vraag is als volgt, is het mogelijk ook in de Turkse moskeeën hier in Willebroek ook extra aandacht te besteden? Ook een patrouille te laten rondrijden voor gewoon waakzaam te zijn. Burgemeester. Bij uitzondering zal ik uw vraag beantwoorden, maar het zal zeer kort zijn, dat is geregeld. De politie is op de hoogte. We hebben daarvoor deze namiddag de nodige gesprekken gevoerd met de korpschef. Ik dank u hartelijk. Dank u wel. Dan gaan we starten met de OCMW-raad. Hij of zij die als eerste bij een eventuele hoofdelijke stemming zijn stem zal brengen, zal zijn collega Raf Koenjaerts. Eerste punt op de raad zijn de notulen van de vorige vergadering. Zijn daar vragen of bemerkingen op? Kunnen we dat unaniem goedkeuren? Waarvoor dank. Punt 2 hebben we het huishoudelijk reglement OCMW-raad. De wijzigingen daarin. De grootste wijzigingen die zijn betreffende het elektronisch stemmen, maar dat hebben jullie allemaal wel kunnen lezen, denk ik. Zijn daar vragen of bemerkingen op? Dan gaan we erover stemmen. Mevrouw De Wever. Onthouding. Meer kennis. Onthouding. CD&V. Goedkeuring. Vooruit. Wie gaat er voor vooruit antwoorden? Goedkeuring. Meneer Eeraerts. Onthouding. Meneer Bossegiet. Goedkeuring. En de meerderheid. Keurt goed. Keurt goed. Goedkeuring. Dank u wel. We hebben punt 3. De goedkeuring van de verwerkingsovereenkomsten met de diverse externe partners. Zijn daar vragen of bemerkingen op? Gaan we er ook over stemmen? Mevrouw De Wever. Keurt goed. Meneer Kennis. Keurt goed. CD&V. Goedkeuring. Vooruit. Meneer Eeraerts. Keur goed. Dus meneer Eeraerts keurde ook goed. Meneer Bossegiet. Keuring. En de meerderheid. Keurt goed. Keurt goed. Goedkeuring. Dank u wel. Dan ligt het protocol van de Vlaamse huisvestingstoel Oekraïne voor. Zijn daar vragen of bemerkingen op? Dan gaan we er ook over stemmen. Mevrouw De Wever. Keur goed. Meneer Kennis. Keurt goed. CD&V. Goedkeuring. Vooruit. Wij keuren dat goed. Meneer Eeraerts. Keur goed. Meneer Bossegiet. Goedkeuring. En de meerderheid. Keurt goed. Keurt goed. Goedkeuring. Dank u wel. Punt 5. De woonmaatschappij Rivierenland. De aanduiding van vertegenwoordiging van de algemene vergaderingen daar. Zijn daar vragen of bemerkingen op? Trouwens, de mevrouw Koekas is aangeduid als vertegenwoordiger en vervanger, collega Ancio. Zijn daar vragen of bemerkingen op? Gaan we erover stemmen, mevrouw De Wever? Onthouding. Meneer Kennis. Onthouding. CD&V.
Goedkeuring. Vooruit. Wij keuren dat goed. Meneer Eeraerts. Onthouding. Meneer Bossegiet. Goedkeuring. En de meerderheid. Keurt goed. Keurt goed. Goedkeuring. Dank u wel. Dan hebben we het jaarverslag en basisregistratie 2023 van de dienst schuldhulpverlening. Ik moet zeggen dat er een foutje staat in de punten, feiten en context. Het jaar 22 moet er uiteraard het jaar 23 zijn. In de besluiten staat wel degelijk 23. Zijn daar vragen of opmerkingen op? Gaan we er ook over stemmen, mevrouw De Wever? Onthouding. Meneer Kennis? Onthouding. CD&V? Goedkeuring. Vooruit. Wij keuren dat goed. Meneer Eeraerts? Onthouding. Meneer Bossegiet? Goedkeuring. En de meerderheid? Keurt goed. Keurt goed. Goedkeuring. Dank u wel. Punt 7. De verlenging van de samenwerkingsovereenkomst woonbegeleiding in het kader van de ketenaanpak van dak- en thuisloosheid, regio Rivierenland, regio Ruppelstreek en CAW. Zijn daar vragen of bemerkingen op? Dan gaan we er ook over stemmen, mevrouw De Wever. Heer goed. Meneer Kennis. Heer goed. CD&V. Goedkeuring. Vooruit. Wij keuren dat goed. Voor meneer Eeraerts. Goed. Meneer Bossegiet. Goedkeuring. En de meerderheid. Keurt goed. Keurt goed. Goedkeuring. Dank u wel. Dan is de OCMW-raad verwerkt. Dan gaan we die dus ook sluiten.